Op de foto op de achtergrond zien we koning Willem-Alexander een wet ondertekenen. Maar voordat een wet ook echt een wet is, die gaat gelden, gaat er heel wat aan vooraf. En hoe dat precies in zijn werk gaat, nou, daar staan we nu eens bij stil in deze video. Van wetsvoorstel naar wet. En dan moeten we eerst even terugkijken naar een recht dat we ook al in de vorige video zagen. Het recht van initiatief. En dat was het recht om een wetsvoorstel in te dienen. En er zijn twee groepen mensen die dat mogen doen. Ten eerste zijn het ministers, hè, die horen bij de uitvoerende macht, die horen bij de regering. Die mogen een voorstel doen voor een nieuwe wet. En het zijn leden van de Tweede Kamer, hè, vanuit de volksvertegenwoordiging, die mogen ook een voorstel doen voor een nieuwe wet. Nou ja, en hoe gaat dat dan verder als er zo'n voorstel wordt gedaan? Nou, dit is dus de eerste stap: hè, dat recht van initiatief. We mogen een wet indienen, we vinden dat er iets moet gebeuren op een bepaald vlak in Nederland. Dus de minister of een lid van de Tweede Kamer dient dat voorstel in. En vervolgens moet de wetgevende macht, die moet er iets van gaan vinden. En die wetgevende macht, dat was het parlement, oftewel die Eerste en die Tweede Kamer. En een wetsvoorstel gaat, als het is geschreven, altijd als eerste voor behandeling naar die Tweede Kamer toe. Die gaan dan met z'n 150'er er naar kijken om te zeggen wat ze ervan vinden. En het kan zijn dat ze zeggen: van, nou ja, we vinden dit een goed voorstel en door. Het kan ook zijn dat ze zeggen: nou, we keuren dit helemaal af, deze wet die komt er niet. En ze hebben natuurlijk dat recht van amendement, wat we in de vorige video ook al zagen. Die Tweede Kamer mag dus ook een wetsvoorstel wijzigen, daar wijzigingen aanbrengen. Nou, en als een wet dan goedgekeurd is, of je nu in één keer doorheen gaat of een gewijzigd voorstel, dan gaat het door naar de Eerste Kamer. Daar zitten de 75 Eerste Kamerleden en die moeten dan ook weer gaan stemmen. Of dat deze wet goedgekeurd moet worden, of dat die moet komen, of dat die afgekeurd moet worden. En eigenlijk is het heel simpel, net als bij die Tweede Kamer: daar is dat ook zo. Als een meerderheid van de Kamer het ermee eens is, dan uh, ja, wordt de wet goedgekeurd en dan gaat hij dus door naar de volgende stap in het proces. En na de Eerste Kamer is dat dus al uh, door naar uh, de Koning. Die we ook al op die foto in het begin al zagen, en naar de verantwoordelijke minister, die de wet ook heeft ingediend. Als zij dan hun handtekening onder de wet zetten, en die wet wordt ook nog eens gepubliceerd in de zogenaamde staatscourant, nou ja, dan is de wet ook echt een wet geworden die van kracht kan gaan. Die gaat gelden voor iedereen in Nederland.